Welkom, welkom bij de presentatie van de rondreis Noordkaap Lofoten. Mijn naam is Cody Vielmich en samen met mevrouw Jacqueline doen we al 10 jaar reizen bij Actie. En deze hebben we al een keer of 6, 7 gedaan, dus we weten waar het over gaat. U ziet hier de prijs staan, bijna €1700, inclusief 9 maaltijden, 7 excursies en helaas huisdieren mogen niet mee. Is er ook nog iets exclusief? Ja, dat klopt. Als uw auto afwijkt, wat groter, dan zult u extra toeslag moeten betalen. En 2 ferries, want dit is inclusief de ferry Duitsland, Denemarken, Zweden en dan weer van Noorwegen terug naar Denemarken. 2 ferries vanaf de Lofoten, Lovinger Vognes en een ferry richting Leerdal, dat is Malhele Vognes, zit er niet in. De prijs is ongeveer €110 met een normale combinatie. Is deze reis lang? Ja, bijna 6.500 kilometer. Dan vult u veel benzine en of diesel verbruiken, dus geen probleem. Er zijn pompen zat aanwezig. LPG is sporadisch verkrijgbaar. Is altijd de vraag: ja, is dat een dure reis, dure landen? Zweden en Finland ervaren wij als Nederland, Nederlandse prijzen. Noorwegen, helaas, valt wat duurder uit. Maar het is wel echt vakantie, want u begint met euro's in Duitsland, Deense kronen in Denemarken, Zweedse kronen in Zweden, weer euro's in Finland. En om het af te leren, Noorse kronen in Noorwegen. Hier is de route dan. We komen samen in Denemarken, rijden door Zweden helemaal omhoog naar Finland. Vanuit Finland weer terug naar Noorwegen, naar de Noordkaap, een van de hoogtepunten. En dan brengen we u dan weer vanuit de Noordkaap, gaan we terug naar de Lofoten. En vanuit de Lofoten weer terug, wat wij noemen de bobbel van Noorwegen, de fjorden van Noorwegen, om zo het eind uit te komen, Heershals. En dan bent u 46 dagen verder en zit u van kom, we beginnen weer opnieuw. Want de langste etappe is 380 kilometer, de kortste is 100, gemiddeld 267. En we verplaatsen maar 25 maal. Dus u leert ook hoe u moet afbreken en weer op moet bouwen. Het weer, ja, dat verandert niet alleen omdat we Scandinavië zijn, maar wij vrij noordelijk. Dus u zult iets moeten meenemen voor warme kleding. Ook uw caravan of camper, als u niet op stroom kunt verwarmen, is het handig om daar een klein kacheltje in te zetten, want hoe noordelijker wij komen, is de kans groot dat er nog gewoon sneeuw op de camping ligt. Muggen wordt altijd gevraagd omdat we de tundra zien gaan van Finland, naar boven Rovaniemi. Er zijn muggen, maar die zijn nog larven, dus daar hebben we geen last van. Mocht het eens extreem warm worden, dan zijn daar goed middelen te kopen om die beesten weer van ons af te houden. Want tot op heden hebben wij ze nooit in grote getallen gezien. Mochten we helaas ziek worden in al die landen, kunnen we te pas met onze EHIC-pas. En mocht u een dieet hebben, ook geen punt als we bij elkaar komen in het begin van de reis. In de Rozenvelden is altijd een intakegesprekje. Kunt u aangeven waar u wel of niet van houdt of waar u allergisch voor bent. Als u boekt, zo, hebben we al gezegd, de ferries, u krijgt een routeboek en een reisgids en een actiecamps met Europa. Het routeboek is belangrijk, daar staan de routes op van A naar B, maar ook wat u onderweg kunt zien. En dat is niet gering, want Scandinavisch is wel het land, of u nou in Finland bent of Zweden of Noorwegen, waar u combinatie overal kan en mag parkeren. En dan kunt u een kerk bezoeken, u kunt een museum bezoeken, u kunt een dierentuin bezoeken of u kunt inkopen doen bij de co-op of de joker, dat is een soort supermarkt. Dat zorgt ervoor dat u heel rustig kunt rijden en alles kunt doen. En op de camping bent u klaar, want u hebt alles ingekocht, dus lekker makkelijk en de plaatsen zijn al gereserveerd. 6.500 kilometer weg is natuurlijk veel. Nou, er wordt heel veel aan verbeterd nog op dit moment. Maar het is allemaal asfalt, het is allemaal breed genoeg om daar te kunnen rijden. En om dat te doen hebben ze ook ineens tol gegeven in Scandinavië, zoals Zweden als Noorwegen. Niet veel voor doen, gewoon lekker vakantie genieten en rondrijden. U ziet vanzelf al een camera boven de weg hangen. En hij maakt een foto en u krijgt in oktober, november de rekening thuis. Wij waren in 2018 25 € kwijt om deze hele rondreis. Mocht het meer dan €100 zijn, dan heeft u ergens onderweg te hard gereden. Het is in Scandinavië ook heel normaal dat met flitspaal te doen. Er staat een bord flitspaal, er staat een flitspaal. Verderop, en maak u me geen zorgen, zit een groot flitsapparaat in. Dus niet zoals in Nederland. Dan is altijd de vraag over de campings die we hebben. Nou, in Zweden heel simpel goed. Finland goed of voldoende. Noorwegen zijn in wezen goed op 2 campings na. Die zijn wat matig, maar die kunnen niet veranderen in het kader van de locaties. Maar
Het is matig, het is wel anders schoon, alleen het is oudbollig. In Denemarken zeer goed. Nou, ik zei al, stroom. Alle kermis inclusief stroom. Dus dat is helemaal geen punt. Daar komen we best uit. Hier ziet u een van die nieuwe dingen waar tol voor gegeven wordt in de brug. Veel van de eilanden die we nog hebben, worden de kleine ferries uitgehaald om een nieuwe brug overgebouwd. Nou, eenmaal Zweden op weg naar Gränna, dat zijn de zuurstokken, meer zuurstokkendorp, om zo maar te stellen, krijgt u deze gezichten. Sorry, ik loop even weg. Gele velden, blauwe meren, dus geel blauw, u heeft de Zweedse vlag te pakken. En naar het verleden, naar Gränna, rijden wij door naar Stockholm. Stadscamping, waar we een excursie hebben in Stockholm met de bus. We krijgen de oude stad te zien. We gaan naar de stadhuis. Dat is de plek van alle Nobelprijzen met uitzondering van de Vredesprijs, want die is in Oslo, die wordt hier uitgereikt. En we gaan eten in het Vasa-museum. Zullen we dat nog weer? Dat is Nederlandse scheepsbouw. Dat is een soort Batavia die daar gebouwd is. Alleen ze zijn vergeten toen ze gingen zeilen dat ding te ballasten. En hij is in de haven gezonken en een paar honderd jaar later weer geborgen heet dat dan. En in tentoongesteld in een hele grote loods. De dag erop hebben we vrij bewust gedaan. Want de metro ligt zowat naast de camping en kunt u heerlijk gezellig op uw eigen tempo. En wat u wilt zien, kunt u Oslo ingaan. Herstel, kunt u Stockholm ingaan. Excuses. Ja, hier gaan we voor. Uitgestrekte gebieden en die beesten. Naar Stockholm gaan we naar boven toe, naar het noorden. En we overnachten in Sandarne en Sollefteå. Een paar nachten en dan begint het zelfs een beetje in de gebieden te komen waar we de rendieren tegen kunnen komen. En de elanden. En dat is best leuk. De eerste keer zegt hij van, oeh, daar staat u, trapt boven op de rem en u gaat foto's maken. Ook mijn vrouw gilt nog steeds in de auto. En komt een moment dat u zegt, ik heb nou genoeg rendieren gezien, ga nou maar weg. U zult zo meteen wel zien wat ik bedoel. U kunt ook safaris gaan, fotosafaris gaan voor kraanvogels. En wat u niet ziet hier, dat zijn de rendieren, de elanden zelf. We komen vanzelf in Arvidsjaur, dat is een plekje in noord in Zweden. En daar komen we in contact met de Sami, de Lappen. Die moeten één keer in de zoveel tijd moeten in de kerk toe. En daar moet je natuurlijk wel kunnen overnachten. En die hebben daar Lapstad dan gebouwd. Dat is een klein dorpje, van kleine huisjes voor opslag. En daar gaan we naartoe. Dat is nodig om het samen te kennen. Want we gaan op weg naar de vierde Storfossen. Dat is de grootste stroomversnelling in Europa. Waar ze vroeger met houten vlotten overheen gingen. Dus dit bij Lulee aan de buurt gaan we naar Rovaniemi in Finland. Daar is de Arctic Circle. Dat is het gebied waar boven de zon 24 uur per dag boven de hemel kan staan. Ja, en dan komen we daar terecht op het centrum van Rovaniemi. Ja, daar woont de kerstman. U stuurt maar een briefje naar Finland. Kerstman komt altijd aan. Ja, het is toeristisch, maar aan de andere kant ook wel grappig. U kunt er foto's laten maken met de kerstman. U kunt allerlei souvenirs kopen. U kunt uw kaarten erachter laten, zodat ze met kerst verzonden worden naar uw familie of uw kennissen. Vertel dat ze wel, want niemand kijkt meer naar de postzegels tegenwoordig. Dan hebben ze niet eens door waar die kaarten vandaan komen. Schiet er wel op met ons doel naar Noordkaap. Ja, nog 680 kilometer en dan zijn we er. De Noordkaap. Ik zei u al, de zon. Dit is 's nachts 2 uur. Dus bij Inari in de buurt. Hier is de zon gewoon 24 uur per dag boven. Als u staat, dan staat en u kijkt met uw gezicht naar het, dat maakt niet naar het zuiden. Dan is die om 9 uur links, om 12 uur midden. 6 uur weer is die rechts en 12 uur s'nachts is weer achter u. Ja, waar we zulke gebieden niet zien, dat is gewoon een foto gemaakt langs de weg waar we rijden. In Finland gaan we naar Kaamana toe, nadat u heeft kunnen proberen om goud te vinden in de rivier. En dan gaan we naar een Sami-familie toe. Dat is een vader, een zoon, een schoondochter, een moeder en oma. En die gaan ons vertellen hoe het zit met de traditie van deze lappen. Dat zijn de lappen in het bos, dus de boslappen. En hoe ze leefden, wat ze moeten doen, hoe ze het maken en ook hoe ze met die rendieren omgaan. Want eigenlijk is geen enkel rendier in Scandinavië zonder een baas. U zult ook horen daar dat u rendieren kunt horen lopen. En u zult er ook hele kleine rendieren zien die u ook nog voeren. Hier heeft u dan Jorm, zoals die heet, aan de voorkant nog een keer genomen. Dan gaan we vanuit, dat is eigenlijk Kaamane, dat is boven of niet in die buurt, ik kan het niet aanwijzen, maakt niet uit.
Vandaag gaan we weer terug naar Noorwegen. Of we gaan naar Noorwegen via Karasjok. En dan gaan we naar Noordkaap toe. Dat is een bedoeling van het hele verhaal. Dat doen we via de mooiste weg in Finland, de 75. En dan komen we ineens bij Karasjok. En dan denk ik, wat gebeurt hier? Daar verandert ineens de hele natuur. Omdat we dan, de toendra liggen achter de bergen. Een berger overgaan. Dan komen we landerijen terug. En hier voor het eiland, vroeger moest je met de ferry naar de Noordkaap-eiland toe gaan. Tegenwoordig is een tunnel. En nu ziet u gewoon, de rendieren steken gewoon over. En ze hebben echt voorrang. Die tunnel is berucht, want we zitten op zeeniveau. Maar we moeten om de zee door, dus we moeten 160 meter omlaag. Dat doen we met 8% aan de ene kant omlaag. En dan gaan we met 9% aan de andere kant omhoog. De tunnel is ook berucht, want iedereen wil op allerlei manieren op de Noordkaap komen. Met zijn fiets, met zijn rolstoel, met een tractor en noem ze maar op. Dus deze tunnel kunt u van alles tegenkomen. Best gezellig. En dat is dan het gebied, het eiland. En daar in het midden ziet u de camping waar we een paar dagen staan. Geen boom te vinden. En zo ziet het eruit in de buurt van de Noordkaap zelf. Rechts, achterin is de Noordkaap. Gewoon een fjord. En dit is de Noordkaap. En dit is s'nachts om een uur of 11, 12 uur. En waarom zeg ik dat? Ik sta met mijn rug naar het zuiden, ik fotografeer de bol naar het noorden toe en daarachter zit de zonnestraal in het noorden en die staat s'nachts in het noorden en niet overdag. Dit is een hele bijzondere foto die u nu ziet. Als u goed kijkt ziet u daar een heleboel mist. De Noordkaap ligt 140 meter hoog die rots en u kunt daar pech hebben met mist. Of zoiets moois als hier, dat er op die 100 meter mist ligt boven de zee en het hele geheel erboven staat. De Noordkaap hebben we ook sneeuw meegemaakt, dus alles kan er gebeuren. De Noordkaap gehad hebbende gaan we terug naar het zuiden weer op de negen van Noorwegen. Dan gaan we naar Alta voor een paar mooie rotstekeningen die er zijn te vinden. En dan ook een skibotten en dat ligt weer vlakbij Finland. We passeren dan hier de lege visrekken, ik kan er niks aan doen. Die zijn in januari en februari helemaal vol. Op de looffoto ziet u ze nog met koppen van de vissen. En sommige plekken laten de rekken gewoon hangen. Nu ziet alle visactiviteiten zijn bijna allemaal weg. Alleen de twee cirkeltjes nog. Daar zitten zalmen. Het grapje is dat die beesten rondzwemmen, dan passen ze beter in het blik. Vanuit Skibotten gaan we naar de noordelijkste universiteitsstad van Noorwegen. Dat is hier Tromsø. Daar links ziet u een brug, dat u er overheen natuurlijk kan. Maar het leuke van Tromsø is, op het eiland waar we hier staan, alles is onder de grond, alle wegen. Rotondes, parkeergarages, ingangen van de supermarkten is gewoon ondergronds. Vanwege het slechte weer in de winter. We kijken hieruit op een kerk. Dat is de beroemde kathedraal, IJszeekathedraal. Het is helemaal geen kathedraal, het is gewoon een kerk van een hervormde gemeenschap. Alleen we gaan erin kijken. Hij is heel goedkoop gebouwd van betonplaten. Maar het vreemde is, hij heeft een geweldige akoestiek. En aan de zijkanten kan het licht binnenvallen, dat is gewoon mooi om te zien. Het programma daar is eigenlijk een deel gezamenlijk, een deel niet gezamenlijk. Gezamenlijk gaan we 's morgens naar een museum toe, het heet Pola Museum, om u een beeld te geven wat gebeurde in de tijden van Willem Barend tot en met nu. In deze landen, in deze streken, is best mooi, best goed gedaan met allerlei diorama's opgebouwd. En 's middags heeft u een eigen programma, we hebben een gezamenlijke lunch en dan gaat u een eigen programma doen. Je kunt naar de botanische tuinen gaan van de universiteit, dus dan zeggen ja, op die hoogte, nou maak je geen zorgen. De rozen bloeien daar, de tulpen bloeien daar en de edelwijze ook. Het is heel vreemd, maar best mooi. Of u gaat naar een aquarium toe, je kunt ook nog even naar de Musk bierbrouwerij, dus dat geeft nog wel veel interesse. En soms hebben we allemaal wat te doen en 's middags gaan we weer terug naar Skibotten om ons klaar te maken naar dit gebied. Dit gebied, sorry, ik was het knopje vergeten. Naar een eilandengroep, wat vulkanen zijn, en dat heet de Loofoten. En waar liggen die? U kunt het hier zien, u ziet daar Staven, Krullersfjord en Kabelvaart staan, linksboven. Dat zijn de gebied van de Loofoten. Daar zijn we een lange tijd. Eerst gaan we naar Staven toe, naar boven. Daar is het plekje te vinden waar de wildsafari is, dat is een optioneel safari. U ziet daar echt walvissen. Ik heb daar potvissen gezien, ik heb daar bultruggen gezien, niet tegelijk, maar verschillende reizen. Je kunt er ook orka's gezien. Het hangt er een beetje vanaf waar de haaien zitten en de inktvissen, wordt er wel verteld. Het is een centrum daar, wereldberoemd. Mocht u die dag niks zien, mag u de volgende dag terugkomen en dan kunt u alsnog mee. Het programma hebben we daarop aangepast dat die mogelijkheid er is. Op de Loofoten zelf,
Nou, eerst ben ik van Staven gaan we kabelvag. En dan hebben we weer een excursie, want de meeste mensen willen niet helemaal rijden. En die brengen ons helemaal naar beneden. Oh. Dus met andere woorden, u krijgt de loopfoto te zien van noordelijkste puntje tot zuidelijkste puntje. Uiteindelijk hebben we een maaltijd in Hengensvaar. U zult zo'n foto zien. Die was 20 jaar geleden, was het dorp ineens te bereiken met een auto. Ja, dit is vanaf de camping. Een kabelvag. Het is maar dat u het weet. Zo het eruit ziet. Dit is het vissersdorpje op de excursie naar het zuiden oor toe. Vissersdorpje Rijn op de loopfoto. Dit is het beroemde plekje Hengensvaar. Als u een foto ziet van de loopfoto, is meestal dit dorp, deze haven. Nu helaas wat weinig vissersboten, maar normaal gesproken liggen die volgende vissersboten. Ja, en meer voorbeeld hoe je s'nachts foto's kan nemen. Dat lukt hier in Nederland echt niet. Hier zitten de vissershuizen, die alleen in het voorjaar bezet zijn en in de zomer en de winter zeg maar, niemand aanwezig is. En dat we aan de fjord staan, dat bewijzen we hier. Ja, het is gewoon een camping in Kabelvag aan de fjord. Met deze mooie uitzichten. Ja, je zult het eind zien welke beesten we kunnen zien. Dit is een foto van een trolfjord op de reis. Ook optioneel, dat is een fjord waar je maar één kant in kan. Ook de grote Hudekruttenboot of Nieuw Amsterdam er binnen gaan. Daar zijn we vroeg in en dan gaan we de zeearenden voeren. Loopfoto gehad hebbende, sorry is deze, gaan we terug naar Fauske. Waarom? Ja, die gaan aan de andere kant. Nou, dat is die ferry die u zelf moet betalen van Borgen van naar boven. Bordingen naar Bodo. Fauske is beroemd om zijn mooie marmeren groeven die er is. Dat is oranje marmer, u kunt het daar kopen. U vindt het terug in het museum in herstel in het stadhuis in Oslo en het VN-gebouw in New York. Dus daar is daar allemaal naartoe gegaan. Maar bij Fauske ligt een ander iets wat heel belangrijk is. Dat heet de Zandstromen. Alle fjorden in Noorwegen staan in open verbinding met de zee. Dus met eb loopt al het water eruit en met vloed gaat al het water erin. Daar bij Fauske is een hele smalle ingang voor zo'n fjord. Dus er wordt miljoenen kubieke meters water gaan er per seconde in of uit. En als het water erin gaat, dan kunt u gewoon uw blinkertje van uw hengel erin gooien. En u hoeft niet eens op te letten, dan heb u beet. Onvoorstelbaar hoeveel vis daar zit. Een leuk plekje om te kijken. In principe gaan we dan daar, het is Fauske, Mosjoen, Namsos en Tawaweer en Marvik zijn gewoon naar het zuiden rijden. Om daar weer uit te komen bij een excursie naar Trondheim. Onderweg passeren we dan de Poolcirkel weer dan in Noorwegen. En je doet met die bolletjes en u ziet dat nog aardig wat sneeuw daar ligt. Want die vlakte is 900 meter hoog. Uiteindelijk vanuit Malvik gaan we op bezoek naar een excursie naar Trondheim. Een sightseeing. We gaan naar de Nidaros kathedraal. En smiddags naar het Ringvermuseum. En dan wil ik al over zeggen dat is een museum van instrumenten. Denk je, ja, flauw, moet ik daarmee doen? Nee. De jonge lui die ons daar begeleiden, rondleiden, zijn in staat of bespelen al die instrumenten. Dus u hoort een stukje op een klaversymbool, een stukje op een telefoon, op een piano en noem ze maar op. Best leuk en vermaak was er prima. Vanaf Malvik gaan we naar het zuiden toe weer in Noorwegen. Dat lijkt hier niet op. Dan bij Andersnest en dan hebben we de trollstiger zitten daar weer, de geirangen. U kunt er gaan naar de Atlantische Veien, u kunt gaan naar Molde met andere woorden. U heeft daar zoveel mogelijkheden, u moet weer kiezen om er naartoe te gaan. En deze weg komt u heus wel op, want dat is de weg van tussen Lom en Leerdal in. En zo rijdt u naar Sonjefjord beneden. Dit is de beroemde Geirangerfjord waar u naartoe kunt gaan, optioneel. Waarom, weet ik echt niet, maar dat is het enige fjord waar al die grote boten binnenkomen, die anderen kunnen zo. En die mensen gaan van boord af, lopen de souvenirshops in, kopen en gaan weer terug. Maar het is best leuk die schepen daar te zien. Uiteindelijk naar Lom en de weg komen in Leerdal komen we aan, ook een houten stad. En dan gaan we naar deze staafkerk toe, is de Borgundstaafkerk. Dat is een van de beroemdste. Er zijn er nog een stuk of 18 over in Noorwegen die ook beschreven zijn. De rest is allemaal weggehaald of neergehaald, zo moet ik zeggen, aan het eind 1800. Deze heeft al zijn bijzonderheden die in de kerk waren uitgestald in een museum bij het restaurant. U krijgt entree voor het restaurant, voor het museum en ook voor deze kerk hier binnen. Dat is die zwarte, dat is de staafkerk.
Die rode die u daar ziet, dat is een moderne kerk en dat is, die is altijd dicht. Dan heeft u, we hebben het over natuur gehad, foto's wat wij gezien hebben in de laatste jaren. Linksboven de visarend in Trollstieken, de Trollfjord. De walvis bij Staveren, de velvraat, die heb ik te pakken gehad bij het noorden van Noorwegen. De beer, die hebben we de Zweeds-Noorse grens. En de twee, de eland, die zat bij iedere hersteld, die zit bij Avetsjouwer. En de eland en de rendier op het eind. Dan gaan we eigenlijk, als we een leerder zijn geweest, gaan we naar Kefarf toe één dag. Kefarf gaan we naar de veerhaven van Larvik. En we varen met de boot in 6 uur tijd terug naar Denemarken. En een 10 minuten reis staat de camping in Heersthals. Vertrek is op 25 mei. Er zijn nog slechts maar 6 plaatsen ter beschikking. En de reisleiders zijn Chris en Harriette Dalemans. En die weten wat om raad. Die zijn 2 jaar geleden ook mee geweest deze reis. Dus die zijn bekend op deze route. Dit was mijn presentatie. Zijn er vragen? Ja, er zijn enkele vragen binnengekomen. Zo gezellig. Kan deze reis met een ID-kaart gemaakt worden of is een paspoort noodzakelijk? Volgens mij kan het met een ID-kaart, met mijn paspoort hebben ze nooit gevraagd. Oké. Het zijn Schengenlanden. Dus volgens mij, maar dat moet iemand even nakijken. Is deze reis ook mogelijk met een lichte trekauto? Ja. Er is maar 1 dag dat we van Lom naar Leerdal rijden. Dat we 8% tegenkomen met 3 haarspelbochten. Dan is de trekauto met een caravan erachter. En de Trollstieken bijvoorbeeld die u gezien hebt, er tussenin. Daar rij je zonder die caravan, dan staat de caravan rond de camping. Dus volgens mij wel. Als die voldoet aan de Nederlandse normen, dus de ANWB normen, is deze reis te doen. En dan de laatste vraag. Waar houden we wel van een borreltje op zijn tijd? Wat raadt u ons aan? Want Scandinavië is best duur, toch? Ja, een glas bier is een tientje. Ik zeg u gewoon wat ik doe, en dan mag u mij nooit op vangen, want dan heeft u echt een probleem. Ik koop al mijn drank als reisleider, ook voor wat ik onderweg uitschenk aan captains borrels, koop ik in Duitsland bij de Lidl's en de Aldi's. En het is wijn en whisky die ik meeneem. Frisdrank koop ik in de landen zelf. Die staan gewoon open achter in mijn auto. Althans onder het scherm van mijn klep. Ik heb een paar controles gehad, maar ze hebben er nooit wat over gezegd. En als je ook kijkt, de ferries, veel Nooren hebben ook een auto's vol. Is dat een garantie? Nee, maar we hebben in al die jaren nooit meegemaakt dat dat een probleem was. En een biertje drinken, gezellig in de gei hangen, voor een tientje, dat is ook hetzelfde als een biertje drinken, Scheveningen ergens in Benhut. Dus het beste doen. Oké, dan dank ik u voor de aandacht. Zometeen ziet u nog, als u nog vragen heeft, hierna waar u zich kwijt kunt bij actie. Of via het internet of via telefoon. Uw vragen worden beantwoord. En is het niet door mensen van actie, maar door de reisleiders die er geweest zijn. Dus vraag wat u vragen wil. Bedankt en hopelijk tot ziens.